Ja, een keer dat je nummers kunt spelen, ja, dat klinkt misschien onsexy, maar moet je echt wel actief nadenken van hoe zorg je ervoor dat die een set overkomt bij een publiek. Bijvoorbeeld een heel belangrijke factor is dat je, ja, het is evident, ja, dat je een goede setlist in elkaar steekt. Dat je ervoor zorgt dat die setlist niet te gecondenseerd is, dat die echt te vol zit. Denk bijvoorbeeld in, ja, er zijn geen regels of zo, maar ik zeg maar, je kunt beginnen met een paar korte up-tempo's en naarmate dat je eigenlijk je set vordert, dat je wat meer voor de trippy momenten gaat. Een keer dat je publiek al goed ontvankelijk is, volledig klaar om mee te gaan met jou naar de maan, dan kun je, is dat, oh ja, een beter moment om dat te doen.